Een uitgelezen collectie kunstwerken stond in het Amsterdamse grachtenhuis van Paul Brandt voor ieder die interesse had gedurende 3 dagen te kijken. Deze antiek zilveren beker uit 1640 draagt een prachtige, uit ivoor gesneden decoratie. Een ander hoogtepunt uit de grote zilvercollectie was een 45 centimeter hoge verguld zilveren beker uit 1580. Op het deksel staat een krijgsman die een lans vasthoudt. Paul Brandt had niet alleen doeken van oude Nederlandse meesters bijeengebracht, maar onder andere ook belangrijke schilderijen uit de Italiaanse school, zoals deze Madonna met kind van Lorenzo Veneziano. Een bijna 600 jaar oud paneel dat op de drukbezochte veiling het hoogste bedrag noteerde van alle aangeboden werken. Het mooie schilderij, laat u maar zien, van Lorenzo Veneziani. En daar heb ik een bod op van 35.000 gulden om te beginnen. 40.000 gulden rechts van mij, 42.000 gulden links. Ja, meer wordt toegewezen, niemand. 4 portretten van Oranjes door Pieter Mierenveld. Niet al meer dan 4.800 gulden boven, niemand meer, niemand. Dat is voor de bovenzaal. Een landschap van Adriaan van Stalbent bracht het tot 20.000 gulden. Meneer Tredeling, 15.000 gulden hier. 15.000 gulden voor een prachtige schrijver van Jacob van Ruisdaal. 15.500, 16.000 gulden. 16.500 gulden rechts. Niet al meer dan 16.500 gulden, niet al meer, niemand. 22.000. Twee landschappen van Salomon van Ruisdaal gingen samen. 26.000 gulden, 28.000 gulden en 30.000 gulden rechts van mij. Niemand meer dan 30.000 gulden. Dames en heren, laat u even op het prachtige schrijf nummer 1. Volgt nu van uw catalogus van Binoa. Zeldzame meester, 35 en 36.000 gulden. 37.000 gulden, niet al meer dan 37.000 gulden. Niet al meer, niemand. Het was een kunstveiling met werken van hoge allure.